De laatste klusjes werden vanmiddag nog even snel gedaan, want morgen moet alles klaar zijn. Dan start het glastennis-toernooi van Rosmalen. Kiki Bertens moet de grote publiekstrekker worden, maar het is maar de vraag of ze op tijd van haar blessure is hersteld. Ze wil gewoon heel erg graag spelen. Ik denk dat bij een ander toernooi had ze zich wellicht teruggetrokken, maar hier wil ze echt heel graag zich laten zien aan het Nederlands publiek. We hebben woensdag ingepland om te spelen, zo lang mogelijk tijd gegeven om te rusten. Dus hopen dat dat gaat lukken. Aan het toernooi doet één Brabander mee, dat is Indy de Vrome uit Kromvoort. Het is thuis toernooi, het is zo goed als in mijn achtertuin, een kwartiertje van mij vandaan, dus ideaal. De Vrome speelt morgenochtend de openingswedstrijd van het toernooi. Het is voor het eerst dat ze meedoet. De jaren hiervoor struikelden ze steeds in de voorrondes. Dit jaar mocht ze die dankzij een wildcard overslaan. Indy is in vorm. Ze heeft het goed gedaan de afgelopen weken. Ze is hier al een paar dagen, heeft kunnen wennen aan gras. Ze is 100% fit en ze komt hier uit Brabant. Dus ik vond dat een goede keuze. Hij vroeg me van, zou je een wildcard voor het hoofdtoernooi willen als we er een hebben? Ik zei, nou ja, zeker. Zij zei van, ja, weet je zeker, wil je niet misschien een paar potjes kwartier spelen? Nou, ik dacht, ik wil wel hoofdspelen, zei ik. Lijkt me wel mooi. Het toernooi in Rosmalen begint dus morgen. En wat zou er nu mooier zijn dan dat er later deze week een wedstrijd komt tussen de Vrome en Bertens? Het zou me superleuk lijken om tegen Kiki te spelen. En natuurlijk nog mooier om Kiki te verslaan.